U en uw behandelaar denken aan epilepsiechirurgie om zo mogelijk aanvalsvrij te worden. In deze serie filmpjes van het Academisch Centrum voor Epileptologie, een samenwerking van Kempenhagen en Maastricht UMC Plus, ziet u hoe het hele traject naar epilepsiechirurgie verloopt. U maakt in deze filmpjes kennis met een aantal patiënten en tevens hoort u wat dit traject voor hen betekend heeft. Na de operatie is er nauw contact met Maastricht en uiteraard met Kempenhagen. We willen graag weten hoe het met de patiënt gaat. We willen graag ervaringen delen. We willen weten hoe het met de aanvallen gaat. We willen weten hoe het met de wond gaat, met de pijnstilling. Maar we willen ook weten hoe het met fysiek en psychisch beloop gaat. Ik weet bijvoorbeeld nog dat ik een keer twijfelde of dat de wond wel goed hersteld is. Toen heeft het ziekenhuis mij ook meteen gezegd, kom maar naar het ziekenhuis toe en ik ben daar ook goed begeleid en ze hebben me eigenlijk vrij snel gerust kunnen stellen dat een iets was wat erbij hoorde. En ook vanuit Kempenhagen ben ik diverse keren gebeld door de verpleegkundig specialist. Ja, ze begeleiden alles op het gebied van pijnbestrijding, het doen en laten van wat je aan kan, wat je niet aan kan. Patiënten ervaren de periode na de operatie vaak als een black box, omdat ze niet zo goed weten wat ze te wachten staat. Hebben toch veel onzekerheden, wat kan wel, wat kan niet. Belangrijk om ze te informeren over leefregels. Die periode is ook wel een beetje afhankelijk van leeftijd, conditie, type epilepsiechirurgie operatie en ook een stuk persoonlijkheid. Na de operatie heb ik het wel een hele flinke klus gevonden. Ja, toen begon eigenlijk alles weer opnieuw. Heel basaal het zintuigelijk waarnemen was verstoord. Licht, geluid, actie, tempo, alles was weg. Ik kon geen daglicht verdragen, geen geluid horen. Ik heb hier in de kamer gelegen. Het was de maand mei. Met de gordijnen dicht en de radio uit. Het was heel gezellig, maar dat was goed. Het herstel na de operatie kan heftig zijn, want we kunnen te maken krijgen met patiënten die lichamelijke en psychische klachten ervaren. Lichamelijke klachten, dan moet je denken aan bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten die langdurig kunnen zijn. Als je denkt aan psychische klachten, kunnen dat angstklachten zijn, somberheidsklachten, depressieve klachten. Doorgaans zijn die bijvoorbeeld tijdelijk, maar wordt het langduriger, dan kunnen we daar ook weer professionals voor inschakelen. Al nagelang de hulpvragen die er spelen of wat wij signaleren, kunnen we fysiotherapeut inschakelen, psycholoog, misschien maatschappelijk werk, misschien eventueel schoolambulant begeleider. Verschillende professionals die we kunnen inschakelen. Ja, het is niet zomaar zo van nou, kubbing en we gaan er weer voor. Want je leven wordt in één keer heel anders. Wat je al die jaren al strange hebt gehad, op een bepaalde manier, in combinatie met de epilepsie, is dat heel apart. Dat is voor mijzelf geweest op meerdere punten. Maar ook voor de mensen om je heen. Want mijn vrouw die stond dag en nacht in mode alert. En dat hoefde in één keer niet meer. En dat is een soort afkickgevoel wat je dan gaat krijgen. Hé, wat is dit? En dat is ook heel moeilijk, want bepaalde geluiden die je dan maakt of wat dan ook, dan ging zij al achter zo, oh, wij krijgen weer zo'n aanval. Maar ja, dat gebeurde niet. En dat is een hele aparte ervaring, dat is een positieve ervaring, maar toch heel raar. En dat duurt een paar maanden. Ik zit de eerste keer, dat is ook een hele ervaring, je bent je potentiële klant. En dan ga je daar in gesprek en dan krijg ik dat gevoel weer van binnen van, oh jee, ik ga zo'n aanval krijgen. En, en dan denk je bij jezelf, nee, dat gebeurt helemaal niet. Je krijgt die aanval niet. Dat is heel apart. Dat is een heel raar gevoel van binnen. Dat hoort er ook allemaal bij. En dat moet je ook allemaal een plekje gaan geven. En op den duur, kijk, als ik nu een gesprek inga, ja, dan komt het niet eens meer bij wijze van bij me op. De herstelperiode heb ik deels onderschat. Omdat ik soms zelf te snel wilde. De chirurg heeft eigenlijk en de neuroloog ook, die hebben van tevoren hebben ze duidelijk ook aangegeven dat ik rustig aan moet doen.
Allee, ja, je probeert toch op bepaalde momenten je grenzen op te zoeken. En ik ben mezelf daarin een aantal keren tegengekomen. De grootste valkuil is dat patiënten te snel en te veel willen na de operatie. Te snel hun activiteit weer willen oppakken. Vooral doeners hebben er last van en die worden dan ook overmoedig. Denk ik kan alles gewoon weer. Maar het grootste risico is dus dat er aanvallen kunnen optreden. Dus belangrijk is om dat proces met de patiënt samen mee op te volgen en te begeleiden. Ik heb wel een aantal keren eigenlijk een beetje een afwachting gehad van wanneer komt er weer een aanval. En ik heb er ook nog een aantal gehad nadat ik geopereerd ben. Maar de chirurg heeft ook duidelijk uitgelegd dat eigenlijk erbij hoorde. De onzekere factor of de epilepsie terugkomt, die is vanaf het moment dat ik bijkwam uit de operatie, was die aanwezig. Het afbouwen van de medicatie gebeurt doorgaans pas na een jaar. Belangrijk om te kijken wat het resultaat is van de operatie. De hersenen hebben rust nodig. Zijn er wel of geen aanvallen geweest? Daarvan is het ook afhankelijk of we met medicatie gaan afbouwen. Daarom is de nazorg zo belangrijk om samen met de patiënt te kijken wat er mogelijk is. Wat ga je doen met die medicijnen? Van hoe is het uitgepakt, die operatie? Nou, prima. Ik heb geen last meer van epilepsieaanvallen. Dat was voor mij echt the world. Maar ja, dan ga je natuurlijk afvragen wat ga je doen met die medicijnen die je al jaren hebt, die ook niet zo geweldig voor je lichaam zijn, al die jaren. Ga je die houden? Dat mag. Dat is ook een soort keuze die je zelf kan maken. Wil je dat het blijft voor je eigen mentale idee ook? Van nou, voel ik me veilig? Die medicijnen die zitten er een soort beveiliging eromheen. Of ga je ze afbouwen? Dat je helemaal aanvalsvrij wordt. De medicijnen die bleef ik gewoon doorslikken. Die moeten ook doorgeslikt worden, begreep ik van de artsen. Want dat als iemand die geen epilepsiechirurgie krijgt, maar een andere chirurgische ingreep aan de hersenen, die krijgt juist antiepileptica om de hersenen rustig te maken. Dus ik hield gewoon mijn medicijnen en ik moet zeggen, dat vond ik ook helemaal niet erg. Want ik slikte ze al tientallen jaren. Voor mij was dat een lifeline. En dat gaf alleen maar rust. Na een jaar dus dan begonnen met het afbouwen van de medicatie. Wat ik heel eng vond. Maar dat was wel heel leuk, heel fijn. Dat de neuroloog gaf mij daar ook de ruimte in. Dat wil zeggen, het afbouwen doe je samen met hem. Hij bepaalt de mate waarop en het tempo waarin. Het laatste medicijn mocht ik ook op mijn eigen tempo. Ik had nog een klein restje, maar hij zei nou, doe het nou maar, want je kunt het. Nou, heb ik ook het laatste restje afgebouwd. En dat is nu inmiddels ruim anderhalf jaar geleden, dat ik geen medicijnen heb en 7 jaar na de operatie.